Maar een veel gehoorde kritiek op u is dat u heel veel beloften hebt gedaan in de verkiezingscampagne. Wat hebt u niet kunnen realiseren? Nou, laat me eerst antwoord geven op die kritiek die u presenteert. Dat we juist aangegeven hebben dat misschien in de eerste fase van ons regeerbeleid wij niet de zaken konden realiseren. U heeft die tijdlijn gevolgd. Wat gepresenteerd is in ons beleid, namelijk eerste 6 maanden crisismanagement. Dan ga je over tot herstelplan. En je verliest inderdaad bijna 2 jaar. Bijna 2 jaar verlies je om uiteindelijk te komen met een IMF-programma om beleid te gaan uitvoeren. En we hebben datgene wat we beloofd hadden uitgevoerd, niet alles. Niet alles is nog uitgevoerd. Sommige dingen zijn in pending. Daarom heb ik gezegd, die verworvenheden voor wat betreft herstel van onze economie, verworvenheden voor wat betreft schuldherschikking, verworvenheden wat betreft met ons sociaal programma, verworvenheden met betrekking tot start met landelijk woningbouwprogramma, verworvenheden met betrekking tot het opzetten van productiebedrijven. We hebben net geopend ons laboratorium voor exportcapaciteit. Al onze groenten kon niet geëxporteerd worden naar het buitenland, naar Europese landen. Nou, nu is er een laboratorium waar al de groenten van tevoren geïnspecteerd kunnen, getest kunnen worden. En ze kunnen nu geëxporteerd worden. We hebben een trainingscentrum opgezet, Coroni, voor personen die Marcusa willen telen. Een productiefaciliteit is onderweg van India, zodat we alle groenten, alle fruit kunnen maken tot voedsel, kunnen maken tot pulp. Om weer te exporteren. Die dingen vinden nu allemaal plaats. Ja, het heeft misschien niet op dag 1 of week 1 of maand 1, maar ze worden nu uitgevoerd. Dat is wat men zegt aan kritiek. Dat was misschien terecht bij de start van de regering. Maar nu doen we die inhaalslag om alsnog datgene wat wij moeten realiseren, moeten deliveren, dat te doen. En ik heb ook aangegeven, kijk, de private sector speelt ook mee in het totaalproces van versterking van de economie. En zij investeren nu ook. Gaat u maar naar. Er wordt goedkoop kapitaal nu ter beschikking gesteld. En ik wacht nu op mijn missie die in IMF zit onder leiding van de minister van Financiën, de governor. Dat ik nu wel verwacht dat IMF me meer ruimte gaat geven. Bijvoorbeeld? Zeker voor wat betreft de ruimte die ik niet had met betrekking tot het lenen van kapitaal, het zoeken van kapitaal, dat de staat als garantie kon geven om goedkoop kapitaal aan te trekken. Maar ook namelijk dat ik een strekke budgetcontrole had, namelijk op mijn budget, de primary balance, van 2,7%. Dat is ongeveer 5 miljard wat ik als buffer moest hebben, boven mijn budget. Dat is een heel zwaar bedrag. En dat vind ik kan naar beneden. Waarom? Omdat we nu zekerheid hebben voor wat betreft onze inkomsten. En als je zeker hebt voor wat betreft je inkomsten, kan je hier flexibeler zijn in jouw window van IMF. En ik verwacht dat we inderdaad vanuit IMF binnenkort, is just a matter of days, bericht gaan krijgen dat er wat ontspanning, wat meer ruimte voor ons ontstaat om ons beleid effectiever te gaan uitvoeren. En dat gaat ook gekoppeld worden met meer financiële steun door de financiële instituten als IDB en de Wereldbank. En hoe is de situatie in de coalitie en het vertrek van minister Pronto Somalië? Nou kijk, er is een issue geweest. Het is begonnen met het aanleveren van documenten bij de president. Die documenten hebben we bestudeerd. Die documenten zijn bestudeerd geworden door juridische en financiële deskundigen. Ze hebben advies gegeven dat op basis van beschikbare documentatie je moeilijk tot een conclusie kan komen voor wat betreft de doelmatigheid en die rechtmatigheid toetsing. En er wordt gevraagd voor een KLAT-onderzoek. Nou, KLAT is in beeld gekomen. KLAT heeft afgelopen woensdag een tussentijds verslag gepresenteerd waarbij zij zeggen ze hebben meer onderzoek nodig, meer documentatie nodig, meer informatie nodig. En op mijn vraag, hoeveel tijd hebben ze nog nodig? Nou, dat is tot eind november. En ik heb duidelijk aangegeven dat dat voor mij in feite niet acceptabel gaat zijn dat de minister van Binnenlandse Zaken, die belast is met de organisatie van de verkiezing, met verlof gaat. Dus tegen die achtergrond zijn er weer gesprekken gevoerd, ook met de minister, ook in de coalitietop. Inmiddels waren er uitspraken gedaan door zowel de minister als ook de ABOP-leider. Die het maakte namelijk dat de samenwerking onder druk kwam te staan. Dus
Al deze zaken die hebben bijgedragen, waarom ik het beroep gedaan heb op de minister van Binnenlandse Zaken, om zijn portefeuille ter beschikking te stellen. Dus beide zaken hebben bijgedragen, omdat ik niet te lang iemand met verlof kan sturen. En aan de andere kant moet je ook rekening houden dat het onderzoek niet is afgerond nog, wel nog voortgezet gaat worden, waarbij het ministerie nodig is om al die informatie te verzamelen. En dat de klad ook die ruimte moet krijgen op het ministerie om al die zaken te onderzoeken. Nou, de minister heeft in ieder geval dat besluit genomen en zijn ontslag is geaccepteerd. Ja, president Pagel, voortbordurend hierop. Eerst dat gisteren gesprek met ex-minister van Visa, minister Koronto, waarbij je aangaf dat dit eerst kan hebben op de volgende verkiezingen. Geen vertrek, hoe kijkt u hier naar? Nee, kijk, daarom heb ik gezegd. Omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken is, kan ik niet wachten tot het klaar is. Ik kan niet zeggen, minister, ga tot eind november zitten en wachten. Nee, het is en dat is wat mijn motivatie is. Het is een verkiezingsministerie. Het vertrouwen mag niet onder druk komen. Het is dan nationaal en internationaal. De minister heeft het begrepen. Hij heeft het begrepen. Hij heeft gezocht voor groter belang. Ja, groter belang. Heeft hij dat besluit ook genomen. En ja, natuurlijk ga je vragen krijgen van en straks gaat het onderzoek uitwijzen dat er niks aan de hand is. Wel, dat is all in the game. Je bent niet alleen als minister daar op basis van technische en juridische en beleidsverantwoordelijkheden, maar je zit ook als minister daar met politieke verantwoordelijkheden. En die politieke verantwoordelijkheden kunnen inderdaad partijgrensoverschrijdend zijn, kunnen coalitiegrensoverschrijdend zijn. En daar moet ik zorg dragen dat ik het proces goed begeleid. President, hoor ik u zeggen dat u de minister heeft gevraagd om zijn portefeuille ter beschikking te stellen? Want de media zegt van, er zijn vele gesprekken geweest en ik denk dat hij begrepen is wat ik bedoel. Soms moet je even niet concreet te zeggen, maar begrijp je wat hij bedoelt. Maar hij zegt president. Nee. Wie gaat dan al die portefeuille invullen en in hoeveel tijd ziet hij hem ingevuld? Kijk, je gaat altijd een situatie krijgen waarbij PA zegt ik moet het invullen, waarbij ABO zegt ik moet het invullen. Ik zeg, ik heb een deskundige nodig. En dat had ik de VP al lang gezegd. Ik heb een deskundige nodig. En de VP is heel wat mensen zelf gaan bellen om te vragen of ze beschikbaar zijn. Dat was al voor het ontslag van minister Bronte. Dus ik heb straks een meeting om goede invulling te geven. Ik denk dat we even niet polariserend moeten zijn. We moeten rust brengen. Breng even, weet je, niet een van die partijen in beeld, waardoor men weer in de media gaat en olie op vuur gaat gooien. Geef me even rust, laat me even goede beslissingen nemen, dat in het belang is van het land, dat in het belang is van de natie, dat is in het belang van die goede verkiezingen. Ik heb een deskundige nodig daar, die het vertrouwen in feite met goed vertrouwen de verkiezingen kan begeleiden. Dat heb ik nodig, dat is mijn profiel. En hoe snel heeft die positie? Nou, er is afgesproken dat ik dat traject van volledig invullen oppak als ik terug ben. Daarvoor, men heeft gevraagd, namelijk PL heeft gevraagd dat ik schriftelijk dat vastleg. En ik heb het ook schriftelijk vastgelegd dat bij mijn terugkomst ik dit traject zal oppakken. President, u heeft als regering een structuuraanpassingsprogramma uitgevoerd. De traditie wijst ons, de historie wijst ons dat regeringen die dat doen, bij de eerste verkiezing meestal verliezen. Hoopt u als president rekening daar niet dat bij de volgende verkiezingen de VHP, uw coalitie, het beentje erbij zal neerleggen, die weer zal worden gekozen? Ja, kijk, ik heb het ook open en eerlijk gezegd dat het programma dat is uitgevoerd vrij zwaar was. Ook voor ons als regering, vrij zwaar. Je moet rekenen met subsidies die 40, 50 jaar al bestaan. Die moeten afgebouwd worden. Systemen als public sector reform, dat je daar een uitvoering moet gaan geven. Jouw hervorming van je economie, de hervorming van jouw schuldenlast. Het gaat gepaard met een hele hoge sociale prijs. En daarom zeg ik, die sociale prijs moeten we terugbetalen aan de samenleving. En dat kan je doen met meerdere maatregelen. Eén, fysiek teruggeven, dat doen we al. Met koopkracht versterken, met salarisaanpassing. Tweede, die pijn, die onzekerheid die ontstaat bij zo'n zwaar hervormingsprogramma, die kan soms ook achterblijven. Ook al heb je namelijk alle sociale maatregelen, alle sociale programma's in place, het kan achterblijven bij de mensen. Toch maar ook vanwege de beïnvloeding die komt van social media. Ja, het hoefde echt niet. Het hoefde, je weet hoe dat ding gaat. Waardoor soms bij de mensen het gevoel ontstaat, ja, maar moest het wel.
En als die mensen nog horen, ja, maar internationale reserve is gestegen naar 1,3 miljoen, maar ze hebben niet eens aan money. Terwijl die internationale reserve daarvoor dus niet bestemd is. Wat ik wil hiermee zeggen, in het traject waar je die rust terug moet brengen, moet je het niet alleen met financiële middelen doen, maar doe het ook met uitleg. Doe het met goede communicatie. En daarvoor organiseren we als partij heel wat onder ossos die simultaan plaatsvinden in alle districten. Je moet ze uitleggen, je moet die ontevredenheid ook gevoelsmatig ook weghalen bij hun. En als je dat niet doet, kan het inderdaad vervelend impact hebben op 25 mei. Maar we gaan niet wachten op 25 mei. We zijn nu al begonnen om die gevoelens van een beetje ontevredenheid weg te maken in de samenleving. En we hebben die problemen al geïdentificeerd, welke zaken spelen. En die krijgen nu prioriteit. Dank u wel, collega's van de pers. De president heeft een strakke programma in Vlaams Belang. Ik heb een vraagje voor u. Wie is het interim president? Ja, ja. Minister Brandt heeft dat gezegd gisteren, toch? Dat is Stephen McAndrew. Hij is aangekeken. Nee, er zijn twee dingen. Je hebt ad interim. Dat is ad interim is als iemand even wegvalt, ziek of wat dan ook. En je hebt een waarnemende minister. Als het duurzame maatregelen getroffen moeten worden. Dus als minister voor het duurzame, namelijk waarnemend minister McAndrew aangewezen, omdat hij rust uitstraalt. Hij is binding. Weet je, het is niet polariserend. Het bedrijfsleven, man, daarop gezet. Maar goed, ik heb begrepen dat hierover nog informatie gevraagd is. Straks daarvoor ga ik naar die meeting, dus ik kijk even wat er... Dus ad interim was al lang beslist in die coalitie. Van als die minister er niet is, ga die even wachten. Dat is al lang beslist. Maar nu zit ik met Binnenlandse Zaken, waarbij zwaarwichtig beslissingen dat wetsontwerpen moet gaan tekenen en noem maar op. Ik wil even juridisch geen probleem hebben. Dus tegen die achtergrond heb ik gezegd, jurist heb ik gezegd, luister, voor een weekje laat het een waarnemend zijn. En als je terugkomt, ga definitief. Want je kan nooit weten dat er in die periode iets belangrijks getekend moet worden. Ad interim mag het niet doen. Ad interim mag alleen lopende zaken. Dat is het verschil. Ad interim mag alleen lopende zaken afhandelen. En een waarnemende komt in de positie van een minister. Die ook zwaarwichtig beslissen mag nemen. President, ondanks alle goede bedoelingen, ondanks alle verhogingen, ondanks alle uitkeringen, lijkt het erop dat het sociaal beleid van deze regering gefaald heeft. Kijk, we hebben kritiek gehad vanuit onze deskundigen, vanuit de samenleving, vanuit de burgers, vanuit IMF. Het is een reden voor mij om met de minister een overleg te hebben, om na te gaan hoe het sociaal programma uitgevoerd wordt. Ik heb ook met haar deskundigen gesproken. Na alle gesprekken, en ook met de vicepresident, zijn we tot de conclusie gekomen dat het sociaal programma moet gelegd worden uit die ambtelijke sfeer en cultuur. En dat is inmiddels gebeurd. Er is een nieuw team aangewezen bij presidentiële resolutie. En de eerste bevindingen zijn dat het systeem zwaar bevuild is. Dat er heel wat mensen in een systeem zitten die daarin niet thuis horen. En die krijgen geld. En wie krijgt niet? De mensen die nu klagen. Die moeten krijgen. En die mensen zien, hey, ik krijg niet, maar de buurman heeft twee auto's, die krijgt wel. Dus nu zijn we bezig het hele systeem op te schomen. Er komen nieuwe procedures, er komen nieuwe criteria. Ja, het sociaal programma kan beter. En we gaan het verbeteren de komende weken en maanden. Dank u wel, excellentie. Dank u wel.